Dames en heren, welkom bij het zesde onderzoek. Hoe wordt een vrachtschip in Afrika omgebouwd tot slavenschip? Ik heb hier een specialist ingehuurd. Dit is Lieselotte Beelten. Hallo, ik heb een heel groot boek meegenomen om het uit te leggen. Kom maar mee. Hier zie je het Koopvaardijschip dat wordt omgebouwd tot een slavenschip. Er komt een ruimte met een lading, er komen bakstenen, er komen spullen. Er komt een slavendek en nog een slavendek voor de slaven om te slapen. En waar dienen deze potjes voor? Die potjes dienen om hun behoeften te doen. En hier zie je de slaven en hier de lange doorsnee van het schip met de slaven.